TikTok-app verboden voor Nijmeegse ambtenaren. Gemeenten willen meer aandacht voor laaggeletterdheid. En wandelpaden in Zetten en Hemmen worden toegankelijker. Een van de populairste apps van dit moment, TikTok, is voor Nijmeegse ambtenaren verboden op hun werktelefoon. Niet omdat ze de hele dag filmpjes zouden kijken, maar omdat de ambtelijke organisatie bang is voor spionage vanuit China. Smile without your eyes. Hey, wist jij dat Nijmeegse ambtenaren geen gebruik meer mogen maken van TikTok op hun werkmobiel? Dat is vanwege de privacygevoeligheid. Maar wat vinden we daar eigenlijk van? Voordat we naar de reacties op straat gaan, leg ik eerst even kort uit wat precies de situatie is. Rijksambtenaren mogen sinds eind maart niet meer met hun werkmobiel op TikTok. Het kabinet volgt hiermee het advies van inlichtingendienst AIVD. En in dat advies staat dat voor alle apps die in beheer zijn van landen met een offensief cyberprogramma, gericht tegen Nederland en Nederlandse belangen, sprake is van een verhoogd spionagerisico. Hoewel het land niet bij naam wordt genoemd, gaat het om China. Voor gemeenten geldt het advies van de AIVD niet, maar toch twijfelen gemeenten om dit beleid door te voeren naar hun eigen ambtenaren, zo ook de gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen. De gemeente Nijmegen kwam maandag met het nieuws naar buiten dat TikTok voor hun ambtenaren inmiddels wel verboden is. Nou, als gemeente heb je best wel veel gevoelige informatie. Denk maar over mensen met uitkeringen bijvoorbeeld. Er zijn ook best wel mensen met toch wel kwetsbare posities. En die gegevens die houden wij ook. Ze vinden het belangrijk om die goed te beveiligen. Wij kijken niet mee op de telefoons van de ambtelijke organisatie. Maar we gaan er wel vanuit dat als wij een verbod opleggen, dat dat inderdaad opgevolgd wordt. Er zijn ook andere sociale media platforms. Denk aan Meta, Facebook, WhatsApp en zo. Dat valt er allemaal onder. Die kunnen ons toch ook afluisteren en zo. Nou ja, ik denk niet dat ze dat kunnen, maar het gaat over het advies van de AIVD. En die hebben China geclassificeerd als land met een mogelijk offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland. En de VS valt daar niet onder. Dus daarom hebben wij het op deze manier alleen op TikTok. Ja, maar ik denk namelijk dat het wel kan. Want ik heb het wel eens bijvoorbeeld over een bepaald product. En al 5 minuten later zie ik het in de reclame van Instagram voorbij komen. Ja, goed. Ik weet ook niet wat het geheim is van Facebook daaromtrent, maar ja. Dat kan ik niet zeggen. Nee. En stel, misschien een beetje een gekke vraag, maar ik heb op mijn privételefoon als ambtenaar wel TikTok en ik neem die mee naar mijn werk bijvoorbeeld. Dan kan die privételefoon toch ook nog de boel afluisteren? Nee, want het gaat denk ik over de informatie die op de telefoon zelf staat. Mm-hmm. En op de privételefoon staan geen gemeentes van of geen informatie van de gemeente. Alleen persoonlijke informatie. Wat vindt u ervan dat het verbod of dat TikTok wordt verboden op de werktelefoons van ambtenaren? Ten eerste, ik ken het hele TikTok niet. Dus ja, mij zegt het niet zoveel. Ik heb gehoord dat er mogelijk spionage of vanuit China. Ja, als dat zo is, moet je dat doen. Dus niet voor op een werktelefoon, denk ik. Ik denk dat de privacy wel heel belangrijk is natuurlijk, want ze kunnen gevoelige informatie op die telefoons hebben staan die je natuurlijk niet wilt dat ze verspreiden. Ik vind het de verantwoordelijkheid van degene die het gebruikt. Nou, ik vind het niet normaal eigenlijk, dat je toch in deze tijd toch op je woorden moet laten alles. TikTok? Ja. Nee. Moet Instagram en Facebook en WhatsApp, zou daar hetzelfde voor moeten gelden als dat verbod dan toch al voor TikTok geldt? Ja. Ja. God, wat een vage meid. Jezus, want ik heb er nog nooit over nagedacht. Ja, ik vind sowieso dat ze de hele sociale media eruit moeten flikkeren. Dus voor mij mag het maar. Nou, ik weet niet of die dezelfde privacy afnemen als TikTok. Ik denk het niet eigenlijk. Dus nee. Ik denk dat die apps beter beveiligd zijn. Ja, denk ik dus, ja. Als er wordt bewezen dat deze ook die data zullen stelen, dan zal dat ook al een goede optie kunnen zijn. Het doorspitten van je post, goed op de centen letten en de mailbox bijhouden. Taken waar iedereen goed voor moet zitten, maar veel Nederlanders hebben zoveel moeite bij lezen, schrijven, rekenen en computertaken dat het een grote belemmering vormt in het dagelijkse leven. Gemeenten vinden dan ook dat er ondersteuning moet komen voor deze groep. Start initiatief, persoonlijke gids bij hartfalen, deelnemers gezocht. Altijd op zoek naar de beste zorg voor onze patiënten. Nijmegen bij hartfalen komt er veel
komt er veel op mensen af om hen te helpen bij niet-medische vragen. Waar loop je tegenaan als je een stukje tekst voorleest? Deze tekst heeft heel veel verbindingsstreepjes. Je gaat van persoonlijk, sper, streepje, volgende zin, persoonlijk. En dan ga ik eigenlijk alweer een zin te ver. Dan moet ik weer terug. Mm-hmm. En dan ben ik eigenlijk al kwijt wat ik heb gelezen. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. Ook taalambassadeur Linda liep daar tegenaan. Er was een voorleesworkshop bij mijn oudste zoon. Die zat dan op de peuterspeelzaal. En mijn vraag was heel duidelijk. Hoe ga je een kind voorlezen als je niet weet wat er staat? En je kind gaat je vragen van mama, wat bedoel je? Of wat dan ook. En je kan het niet uitleggen. En toen zei ze tegen mij dat ik ook Nederlands les kon volgen, wat ik totaal niet wist. Hard gezegd, het komt misschien hard over, maar ik dacht eerst eigenlijk dat is eigenlijk voor alleen maar allochtonen of mensen die uit het buitenland komen die dus Nederlands moeten leren. Hulp zoeken kan lastig zijn, omdat er een taboe heerst op de ook wel genoemde laaggeletterdheid. Daarom zet Linda zich in om dat taboe te doorbreken, zodat mensen de stap naar het leslokaal durven te zetten. En weet je, op het moment dat je aan je eigen werkt, dan kom je zelf ook verder. Je wordt niet meer afhankelijk van, je hoeft niet meer te vragen voor hulp. Ja, je wordt er gewoon slimmer van. Docenten merken dat veel mensen die de lessen goed kunnen gebruiken zich vaak niet aanmelden. De school stelt zich daarom zo toegankelijk mogelijk op. Ten eerste zou ik graag willen zeggen dat wij de term laaggeletterdheid hier eigenlijk niet gebruiken, omdat het voor de mensen een hele vervelende term is. De mensen die inderdaad moeite met taal of rekenen of de computer hebben, die komen niet zo snel uit zichzelf naar school, omdat er toch nog wel een stukje schaamte ligt. Mensen vinden het heel vervelend om te moeten zeggen, ja, ik begrijp de brieven gewoon niet. Maar ik heb nog nooit iemand gehoord die na de eerste of de tweede les is afgehaakt. En ik denk omdat dat te maken heeft met dat we inderdaad in de lessen proberen een hele gezellige, maar vooral veilige sfeer te creëren. Denk ik gewoon een hele fijne, prettige manier om naar school te gaan. Verschillende gemeenten investeren in deze onderwijsvorm. Zo betaalt gemeente Nijmegen een groot deel van de cursus. En hebben gemeenten Overbetuwe en Lingewaard ook een plan van aanpak klaar liggen. Kom je uit regio Nijmegen? Meld je dan aan via de website van ROC Nijmegen. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Als vierwieler van de natuur genieten. In Zetten en Hemmen was het lange tijd nogal lastig vanwege de hekken aan de randen van de natuurgebieden. Maar daar is nu een oplossing voor. Twee mannen hebben zich afgelopen zondagavond behoorlijk misdragen in het centrum van Wijchen. Op één avond hebben zij met terrasstoelen gegooid, stomdronken en doorgesnoven geprobeerd te vluchten en een minderjarig meisje van de scooter af proberen te trekken. Dat schreef het restaurant Piet op Facebook. Aanleiding was dat de twee eerder die avond niet de rekening wilden betalen. Daarna is het in hun hoofd gehaald om in te gaan gooien met terrasstoelen op mijn personeel. Vervolgens was de glazen pui aan de beurt, zo valt te lezen in het bericht. Studentenvakbond Accu heeft een brandbrief gestuurd naar het bestuur van de Radboud Universiteit. In deze brief willen ze aankaarten dat er niet genoeg wordt gedaan voor de studenten. Actieve studenten zijn niet goed genoeg beloond door de universiteit. Veel verenigingen en de medezeggenschap kampen met een gebrek aan studenten die verantwoordelijkheden kunnen oppakken, zo zegt voorzitter Mo Kirijnen. Dit zien ze bijvoorbeeld al aan dat een evenement als Stukafest niet door kan gaan, omdat de organisatie geen bestuursleden kon vinden. Vanaf 1 augustus worden BOA's in Nijmegen voorzien van een bodycam. Nadat dit 2 keer getest is in de afgelopen 2 jaar, gaat het nu definitief gebruikt worden. Doordat BOA's de bodycam dragen, is de verwachting dat mensen minder agressief zijn richting deze handhavers. De personen die aangehouden worden, merken de camera waarschijnlijk snel op. En gezien je de camerabeelden terug kunt kijken, is er snel bewijs wanneer de persoon die aangehouden wordt agressief gedrag vertoont. Als vierwieler van de natuur genieten. In Hemmen was het lange tijd nogal lastig. De hekken en bruggen in de bossen waren weinig toegankelijk voor deze groep mensen. Via Overbetuwe Doet heeft Lida hier verandering in gebracht. Dit zijn Lida en haar man Chris. Ze zijn dol op de natuur in Hemmen. Echter waren de hekken en bruggetjes niet geschikt voor vierwielers. Lida heeft hier iets aan veranderd.
Nou, wij zijn een werkgroepje met z'n vieren. Twee vierwielers en twee lopende mensen. En de vierwielers zijn mensen in een scootmobiel, rollator, rolstoel, kinderwagen, al dat soort mensen. En die konden nooit wandelen in het park of in het bos, omdat er hekken stonden waar ze niet doorheen konden. Nou, u ziet hier de omgeving. Het is schitterend en heerlijk om te wandelen. Zo langs de Lingen en zo. Nou, dat zat er voor die mensen gewoon niet in. En daarom hebben we toen het initiatief genomen. De rentmeester van het park, die heeft ons bij elkaar gebracht. We hadden los van elkaar de vraag gesteld, kan er iets voor invaliden geschikt worden gemaakt? En toen zei hij, ga eens met elkaar praten en doe eens een voorstel. En toen hebben we een aantal verbeteringen voorgesteld. Dat de bruggetjes glooiend werden, dat er bankjes geplaatst werden, al dat soort dingen. En toen hadden we een hek gezien ergens waar je doorheen kan. Terwijl toch wel de crossfietsen, de brommers, de paarden tegenhoudt. Want daarom waren die hekken er gezet. Want als je met een paard of een crossbrommer hier komt, dan is dat gevaarlijk voor de mensen en het rijdt het pad kapot. Het initiatief van Lida is opgezet vanuit Over Betuwe Doet. Hier heeft Lida al 2 keer aan meegedaan. Ze gaat nu opnieuw geld inzamelen voor minimaal 1 extra hek. Het is 1 keer in het half jaar Over Betuwe Doet. We hebben 2 keer meegedaan en we hebben nu 4 hekken. Kunnen laten plaatsen. En we willen er graag nog een aantal, dus daar gaan we nu voor op. Bijvoorbeeld het bos, daar staat nog een oud hek. Dus we kunnen het bos nog niet in. En daar willen we ook graag zo'n aangepast hek zoals hier staat. De actie is niet onopgemerkt gebleven. Ook is er erg goede feedback op het initiatief van Lida. De mensen uit de omgeving zijn erg enthousiast en blij met de veranderingen. Nou, geweldig. Er zijn mensen die stoppen bij ons huis of als we lopen en die zeggen van, oh, ik, want ook de mensen die de flyers bezorgen. Wij hadden op Nextdoor hadden we geplaatst van, willen mensen voor ons flyers bezorgen? Dat is dan bijvoorbeeld, komt er gelijk iemand met een kinderwagen die zegt, ik kan nu in het park wandelen en ik wil graag flyers voor jullie bezorgen. Het zijn heel enthousiaste mensen, vinden het een heel goed doel. Het is bijna 10 jaar geleden dat in het oude Nijmeegse poppodium Door Roosje het laatste concert werd gegeven. Door Roosje verhuisde in 2014 naar de nieuwbouw naast het station. En daarmee dreigde de sloophamer voor het oude gebouw. Maar dankzij een initiatief van de Nijmeegse band De Staat is het oude pand gespaard en omgebouwd tot de basis. Een permanente plek voor popmuzikanten. Ik weet dat Doorn Roosje gaat verhuizen, dus alles mag nu kapot. Het leek er dus op dat dit gebouw gesloopt zou worden. En het ging dus niet gesloopt worden. Want er kwam een plan om van het oude Doorn Roosje een permanente plek te maken voor popmuzikanten. De basis. Iets waar wij als jonge band ook altijd van droomden, want dat was er gewoon niet. Er was geen plek waar je naartoe kon en waarbij er heel veel andere vette bands bezig waren. Of... Welkom allemaal. We kunnen na jarenlange voorbereiding jullie dus eindelijk welkom heten hier bij de basis. Nu zijn in het oude Doorn Roosje oefenruimte, studio's en andere faciliteiten gebouwd. Onder meer dankzij de bijdrage van certificaathouders. Het is gewoon zonde als dit verloren zou gaan. Dus ik dacht om de muzikanten te stimuleren, maar ook om deze geschiedenis niet verloren te laten gaan, ga ik ook mijn steentje bijdragen. En zo blijft er een herinnering aan de geschiedenis van poppodium Doorn Roosje, dat ooit begon als jongerencentrum. Ja, er werd natuurlijk vet gebloot en we hadden allerlei activiteiten. Nou, is het oude winkeltje hier. Hier werd de hash verkocht toen de tijd. Dit gebouw ademt nog steeds de sfeer van het oude Doorn Roosje. En dat heeft er alles mee te maken dat de schil en een aantal belangrijke elementen in het gebouw overeind zijn gehouden. Eigenlijk is het gebouw gebleven. En het gaat nog steeds over muziek. Dit is letterlijk de basis van, dit is waar het in ieder geval, waar je op terug kan vallen en waar het begint. En vanuit daar, kun je overal naartoe. Omroep Gelderland heeft inmiddels een gehele documentaire uitgezonden over dit onderwerp, onder de naam De Basis, Echo's van Poppodium Door Roosje. Deze is terug te kijken via de website van de Omroep. Na een paar mooie zonnige dagen krijgen we nu even te maken met een kort dipje in het weer.
Morgenochtend start de dag bij ons nog zonnig, maar gedurende de dag trekt de lucht dicht. En halverwege de middag zal het regengebied onze regio bereiken. Het wordt daarbij zo'n 10 graden. Vrijdag zal er alweer minder regen zijn, maar helemaal droog houden we het niet. We krijgen dan te maken met een mix van zon en wolken, af en toe een bui en een graad of 12. In het paasweekend houden we het weer droog, hoewel er ook de nodige bewolking zal zijn. Temperaturen zijn prima te doen, zo rond de 13 graden. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Het programma Nu in de Bios is vanaf deze week verhuisd naar de vrijdagavond. Dus daar moet je nog even op wachten. Maar je kunt nu wel kijken naar de B-Boys. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan.